In het Fries Museum is een kleine fototentoonstelling te zien onder de naam Vlakke Laan van een bekende Belgische fotograaf Stefan van Vleteren. In opdracht van het Fries Museum en de Leeuwen Courant laat de fotograaf ons Friesland zien als een verstilde en lege plek waar je als mens rust kunt vinden, afgezonderd van de waan van de dag. Het is een document, een tijdsbeeld van Friesland en het is ook kunst. Want het zijn beelden met een sterk persoonlijk karakter en emotie. Meneer Snijder, hoofdredacteur Leeuwen de Courant. U bent betrokken bij dit project van Stefan van Vleteren en ook al eerdere projecten. Waarin fotografen een opdracht krijgen om iets te maken voor het museum. Hoe komt dat zo? Nou, even voor de project. Ik ben betrokken bij dit project in de allerlaatste fase. Omdat we afgelopen dinsdag een hele mooie bijlage hebben gemaakt met de foto's van Vleteren. Het is nu de derde keer op rij. De eerste keer was in 2002. Dus de voorgaande twee keren die zijn met name onder mijn voorganger Rimmer Mulder tot stand gekomen. En hij heeft ook het contact weer gelegd met Stefan van Vleteren. Dus het belangrijkste deel is tot stand gekomen voor mijn tijd, voor de precies. Maar de reden dat de krant dat doet is omdat de Leeuwen de Courant het van belang vindt om verder te kijken dan alleen haar eigen krant. En de eerste serie is ontstaan in het jubileumjaar. Dat was in 2002, toen de krant 250 jaar bestond. En toen is het idee opgekomen, is het niet aardig om iemand van buiten de provincie naar onze provincie te laten kijken. En op die manier weer een nieuwe blik op de provincie te krijgen. Nou, dat is Hans Singels geweest. En die heeft portretten gemaakt van jongeren in het Friese. En dat is eigenlijk zo goed bevallen, zowel door bezoekers als ook in de samenwerking met het Fries Museum, dat twee jaar later Theo Baart de opdracht heeft gekregen om op zijn manier te kijken, ook een bekend fotograaf vanzelfsprekend. En hij heeft vooral gekeken naar de verstedelijking in de Friese en de ontwikkelingen van het landschap. We staan hier in het Fries Museum bij een bijzondere tentoonstelling. En bij een fotograaf staan we, een Belgisch fotograaf. Wat is uw naam? Stefan van Vleteren. Meneer Stefan van Vleteren. Hoe komt het zo dat u hier in het Fries Museum exposeert? U komt uit België. Ja, het was eigenlijk op vraag van het Fries Museum. Met name ook Rimmer Mulder die mij gecontacteerde samen met Eddie Marsman. Met de vraag van, zou je een fotoproject in Friesland willen komen fotograferen. En waarom zou je dat willen? Ja, ik ben er ooit nog geweest in Friesland. Dus 10 jaar geleden ben ik ooit geweest voor een project voor de krant waar ik voor werkte. En ik heb een heel mooie herinnering aan Friesland. Want ik stond eens op een dijk en met een kerk en ik wou fotograferen. En het moment dat ik afklikte, passeerden eigenlijk 4 mooie zwanen voorbij. Het was eigenlijk echt een echte gelukstreffer. En dan dacht ik, ja, daar wil ik wel nog even naartoe gaan. Is het zo dat u vaak in opdracht werkt? Toch wel. Meeste deel is toch wel opdrachten. En je hebt natuurlijk uw vrije werk, maar het mooie is dat je eigenlijk uw vrije werk in uw opdrachten steekt. Dus dat is een soort van mengeling eigenlijk. Dus ik zie nooit als een opdracht als iets zoals een arbeider naar de fabriek gaat. Nee, ik bedoel, het is gewoon plezierig om een opdracht te doen en op een plaats te komen. U hebt dus gewoon hartstikke leuk werk. Ik heb een mooie job, maar het blijft natuurlijk wel een moeilijke job. Ik zit ook met twijfel en het is ook zoeken en het is ook wel ergeren of het is ook wel balen af en toe. Ik herinner me veel momenten wanneer ik hier was dat er geen mooi licht was of ik vond het niet en ik wist niet goed wat ik moest fotograferen. Ik heb ook wel heel veel twijfels gehad wat ik hier deed. Maar ja, je doet het voor de kleine momenten die je dan denkt van ja, dit klopt wel of dit is wel mooi. En dan dan vergeet je heel snel al de uren en de kilometers dat je rondgereden hebt. Voor niks, ja. Maar dat hoort erbij. Zoals een voetballer die 5 keer op goal moet schieten voor die ene kans erin te krijgen. En dan vergeet je die 4 andere kansen die je gemist hebt. Er zijn hier heel veel foto's van het landschap. En ik heb toch gelezen dat u ook eigenlijk heel veel portretten maakt. Was dat hier niet zo aan de orde? Of? Ja, minder heeft te maken. Ik heb de laatste jaren zoveel portretten gemaakt. En het was in zo'n hectisch laatste jaren dat ik had. Dat ik eigenlijk
niet op zoek was, of niet zozeer op zoek was naar menselijk contact. Ik vond het net juist mooi om hier alleen in het landschap te staan en eigenlijk tot rust te komen. Dus ik heb eigenlijk deze opdracht ook een beetje gebruikt om mij te kalmeren en om rust te zoeken, om weer evenwicht te zoeken en eigenlijk een soort van, een beetje eenzaamheid weer opzoeken, weer rust. En het is allemaal zo hectisch en in die zin was het prachtig om hier... Ja, alleen op een dijk te staan en een leegte te fotograferen. Maar is het dan zo anders om mensen te portretteren? Vereist dat een andere instelling van jezelf? Ja, absoluut. Ja? Nee, omdat je... Kijk, als je een landschap fotografeert, dan vraagt dat landschap u niets. Die vraagt niet waarom sta je hier, waarom fotografeer je mij? En je hoeft niet te praten, terwijl als je met iemand fotografeert, dan moet je communicatie doen. En dat is prachtig, want ik doe dat heel graag. Ik praat heel graag met mensen. Ik ben graag onder mensen. Maar soms ben ik ook graag alleen. En een landschap, ja, daar kies je. Je kiest wanneer dat je in het landschap staat en je kiest wat dat je fotografeert. Terwijl een portret is echt iets wat je met twee maakt. Nu is het zo dat we klagen hier allemaal over de hectiek van het leven... Het snelt aan ons voorbij, files, noem maar op, je kan niet om je heen kijken of er zijn mensen. Deze foto's, hoe moet ik dat eigenlijk zeggen, het zijn hele, voor mij hele poëtische foto's en het landschap is heel prachtig getroffen, maar wat vooral aanspreekt is de enorme leegte. Ja, maar ik denk dat Friesland daar een beetje anders is dan de rest van Nederland of mijn land in België. Ja, hier vind je toch rust die zelden nog terugkomt in onze maatschappij. En dat is dan ook wat het aantrekkelijk is aan Friesland. Een keer dat je over die afsluitdijk rijdt, dan is het precies zo dat je heel veel hectiek achter je heen laat. Het is een soort van barrière dat je doorgaat en dan kom je in een ander land terecht. En de files in Friesland vallen heel goed mee, vind ik. Dus als je vergelijkt, de vele keren dat ik onderweg was van België, kijk, in principe is het maar 3 uur rijden, maar vaak was het gewoon 5 uur, 6 uur rijden wanneer ik hier was. Dus ik kon perfect zeggen, als ik zeg maar iets van Sneek naar Franeker moest, dan wist ik ongeveer wanneer ik moest vertrekken. Dus dan moest ik me geen zorgen maken van, dan klopt het allemaal. Dus in Friesland, dan denk ik dat Friesen zich gelukkig mogen prijzen dat ze niet die vervelende tol betalen van het hectisch bestaan. Nu hoor je vaak kunstenaars zeggen dat het licht hier ook anders is. Ik zou niet weten waar het mee te maken heeft. Is het u dat ook opgevallen hier in Friesland, dat het anders is? Of komt het gewoon omdat wij hier, want dat vind ik bijvoorbeeld zelf altijd, dat je zo ontzettend veel lucht hebt? Ik denk dat het wolkendek niet spectaculairder is dan ik zeg maar iets België of zo. Maar het heeft gewoon te maken, kijk, wat dat er op het land staat is vaak leeg. Dus je ziet denk gewoon een horizon. En wat zie je dan boven de horizon? Dan zie je de wolkendek. Terwijl op veel plaatsen in België zelf op de boeren buiten, zoals we zeggen, staat het toch nog altijd vol met van alles en nog wat. Waardoor je minder naar boven kijkt. Dus het heeft gewoon te maken met, omdat het zo rustig beneden is, dat je eigenlijk geneigd zit om meer naar de lucht te kijken. En dat is volgens mij de reden waarom dat bijvoorbeeld zoiets als een wolkendek... meer opvalt, want ik kan niet geloven dat een wolkendek verandert als die de Moerdijk oversteekt, dus dat geloof ik niet. En het is natuurlijk zo, ik bedoel, ook hoe noordelijker dat je gaat, hoe anders het licht toch wel wordt. En zeker, je hebt zoveel water, waardoor je toch een ander soort reflectie krijgt van het licht. En ik herinner mij, er is hier veel gesneeuwd deze winter, en dan doet het licht ook wel hele vreemde toeren. Dus het is wel anders, ja. Zo'n project, hoeveel tijd gaat er mee gemoeid of is dat eigenlijk niet te zeggen? Dat is moeilijk te zeggen. Je hebt natuurlijk periodes, ik heb hier vaak 5 dagen, 3 dagen, 4 dagen rondhangen in verschillende etappes. Het is niet zo dat ik hier, ik ga een maand blijven van begin van de maand tot einde van de maand. Nee, het is echt in kleine stukjes dat ik altijd kwam, want... Ja, bijvoorbeeld wanneer dat de sneeuw dan was, dan wist ik dat ik hier moest rondhangen. Dat wou ik echt niet missen. En dan zijn er periodes waar je dan de lente begint voel te komen, als de bomen weer beginnen vol te geraken. Dus dat wil je dan ook, is ook anders. Maar mijn voorkeur was wel duidelijk naar de winter, hè, omdat het dan nog leger is en nog grafischer. Ik bedoel, de bomen zijn gewoon lijnen eigenlijk. Dat is een dikke lijn met verschillende kleine lijnen. En dan heb je de horizon die ook dan weer een lijn is. En dan heb je de dijk die dan ook weer een weglopende lijn is. Dus dat zit ook een beetje terug in die foto's, heel veel lijnen.
Ja, het, en weinig vlakken. Ja, het is wel zo. U hebt veel in het noorden van Friesland, denk ik. Ja, tenminste aan deze foto's te zien. Of bent u ook in het zuiden geweest waar het toch wat glooiender is dan zandgrond? Wel, de glooiing is heel relatief voor Friesland natuurlijk. Als er 4 meter hoogteverschil is, dan spreekt men al van een hooggebergte bijna. Zo herinner ik mij de kliffen, de rode klif en de Meerse klif. Ja, dat is gewoon een hobbeltje. Ja, niks eigenlijk. Terwijl als ik denk aan de kliffen, dan denk ik aan Douvres of denk ik aan Frankrijk en Calais. En dan spreek je over honderden meters. Maar om terug te keren op je vraag is... Ja, ik ben zelf opgegroeid aan de kust en ik ben aangetrokken naar de zee. Dus wat dat mij wel altijd opviel, dat ik eigenlijk mij vaak verplichtte om naar het oosten, naar het binnenland te trekken, maar dat ik toch s'avonds altijd weer aan de zee eindigde. Dus ja, ik denk dat meestal toch de westkant, noordkant, waar dat toch nog meer leegte en overzicht was, dat toch wel mijn voorkeur niet. Ik ben geen bosmens, ik ben meer een... Een zeeman of een woestijn vind ik ook prachtig, omdat het altijd overzicht. Je ziet altijd waar dat het landschap eindigt. En dat vind ik ook mooi aan een open landschap, dat je ook het licht eigenlijk veel beter detecteerbaar is. Ik bedoel, in een bos, ja, als de avond valt, dan wordt alles gewoon duister, maar je weet niet van waar komt het nu eigenlijk. Het wordt zo verspreid, terwijl als je, zeg maar, iets in Henlopen op de dijk staat, ja, dan zie je de zon echt ondergaan. En dan weet je, in de zomer bijvoorbeeld, 5 uur later staat hij gewoon rechts weer wat verder, komt hij weer op. Mm-hmm. En dat geeft mij altijd een zeer goed gevoel, omdat je dan eigenlijk wel je plaats kent. In de zin van dat je een kleine jongen bent in een groter geheel. En dan kan je het nog zeggen in aarde, maar ook nog veel ruimer. Terwijl in de stad of in een bos heb je toch altijd het gevoel dat jij het centrum van de wereld bent. En dat is nooit goed voor een mens, denk ik. Nu is er ook nog een ding dat opvalt. Het zijn zwart-wit foto's. In deze tijd van uitbundigheid waar we alles kunnen. Wat is de reden? Fotografeert u altijd in zwart-wit? Ja, voor mij is het een evidentie. Ik fotografeer altijd zwart-wit. Dus die vraag stel ik mij niet. Ik bedoel, U had het net al over het licht, want daar komt dat licht natuurlijk veel beter tot uiting dan in die kleurenfoto's, omdat dan de aandacht zo getrokken wordt naar al die andere dingen die kleuren hebben. Ja, dat weet ik niet zo. Okay. Ik denk kleurfoto's even zeker, ik heb absoluut niets tegen kleur, maar bij mij werkt het gewoon minder goed en voel ik me minder aangetrokken. En ik heb gewoon geleerd van, doe gewoon wat je denkt goed te kunnen en wat je maar half kan. Ja. Hou je daar niet mee bezig, dat doet andere mensen dan wel beter voor u. Dus ik heb niets tegen kleur en ik vind kleur ook heel mooi om naar te kijken. Maar het zwart-wit past nu beter bij wat dat ik wil tonen of wat dat in mijn hoofd dwalt. Dus het is voor mij eigenlijk het is een evidentie geworden. Wilt u dan ook bijvoorbeeld met deze foto's mensen anders naar een landschap laten kijken, of is het echt iets wat u zelf gewoon raakt? Ja, eigenlijk ik heb afgeleerd om dingen te doen voor andere mensen, om andere mensen te behagen. Wat ik gewoon probeert is, wat prikkelt mij, wat boeit mij, wat ontroert mij, en dat te fotograferen en dat toon ik dan. En ik vind het natuurlijk heel prettig of aangenaam als mensen dan ook ontroerd zijn of die zeggen, ik vind het prachtig of wat dan ook. Maar de doelstelling 1 is van, maakt u zelf gelukkig en dan maak je eigenlijk andere mensen gelukkig. Als je absoluut andere mensen wil ontroeren, dan vergeet je jezelf en dan ben je eigenlijk niet eerlijk met jezelf. Ja, ik vond het woord behagen wel heel mooi. Het behaagt mij heel erg, deze foto's, en het ontroert me ook. Dus ik hoop dat u nog veel van deze projecten doet. Staat er nog een ander project op stapel? Even op vakantie gaan, die toch. Maar er is nog een ander project dat ik de komende jaren denk zou beginnen. Maar goed, dat zien we dan wel wanneer dat het zover is. Nou, dan wens ik u veel plezier op vakantie. Dank. De tentoonstelling werd in juni geopend en is te zien tot 29 augustus.